Behalve woonhuizen kent Tilburg ook een aantal monumentale gebouwen. En deze moeten op den duur ook allemaal gerenoveerd worden, zodat ook de oude panden in de stad zo duurzaam mogelijk zijn. In een van die monumenten is Galerie Pjotter gevestigd, waar galeriehouder Peter Verbraak al vele jaren met plezier woont en werkt. Nou, ik was op zoek naar in Tilburg naar een gebouw, een huis zeg maar, dat ik kon gebruiken voor verschillende doeleinden. Wonen, werken en dus allemaal samen met en dan gezin erin kan huizen. Dus daar waren we naartoe op zoek. En op een zeker moment stond dit gewoon in de krant van je kon erop bieden. Nou, we hebben erop geboden. Nou, we waren dus de enige, vermoedelijk de hoogste bieder. In ieder geval de hoogste. Toen hebben we het dus gekocht van de gemeente, want die hadden het dus neergezet. En gaandeweg ben ik naar het archief gegaan om te gaan kijken, even van tevoren al, van uit welke periode is dat huis. En men bood het aan als een huis uit 1870. En op het archief kwam ik erachter dat het uit 1780 was. Dus er zat een klein verschil in. In de loop der tijd heeft het pand al een aantal energietransities meegemaakt. Als je nagaat, vroeger was er geen stromend water. Er was geen elektriciteit. Er was geen gas. Er was geen telefoon. Noem maar op, hè. Men moest het doen met een open haard enzovoort. Dus het was veel primitiever als nu is. En dat al die veranderingen hebben dus aan vertrokken aan het huis. En die heeft dus al die veranderingen meegemaakt. Maar er was één factor waar de monumentbewoner na aankoop van het pand geen rekening mee had gehouden. Dat was het energieverbruik. Potverdomme. Dat is fout de boel. En waarom? Ik hoorde de hele tijd de piekpijp, zeg maar, de gasleiding. Pik, tik, tik, tik. Ik denk, ik heb alles berekend, behalve de hoeveelheid energie die er dagelijks doorheen gaat. Toen vroeg ik aan de vorige bewoner, toen zegt hij, ach, 12 tot 1500 euro gulden ben je zo kwijt. Ik denk, potverdorie, dat is toch wel erg veel. Het monument in de Gorkestraat heeft ondertussen al een aantal duurzame ingrepen meegemaakt. Peter begon met na te denken over hoe het huis beter geïsoleerd kon worden. Het installeren van een tochtdeur scheelde al een hoop. Want als je voor die tijd een deur open liet staan, dan... Voem, alle warmte, die was er gelijk uitgetokt. Dus dat was al de eerste verdienste, zeg maar. En wat bleek nou? Die huizen waren toch wel kien gebouwd, want we maken een sleuf in het plafond. En exact op diezelfde plaats had vroeger ook een tochtdeur gezeten. Dus wat dat betreft zijn ze wel goed doordacht gebouwd. Het werd steeds duidelijker dat dit monument al enigszins duurzaam was gebouwd. En dat terwijl je zou denken dat duurzaamheid vooral een onderwerp van deze tijd is. Maar dat is dus niet. En dat is wel leuk om ook erin te brengen. Want vroeger had je ook het riet op het dak en die rietproppen die overal tussen gestoken werden. Maar ja, voor lieverlijk toen het gas kwam. Toen, ja, het gas kostte zeg maar in het begin totaal niks. Voor een paar centen per kubieke meter ging het de grens over. En dan zeiden ze, oh, we moeten snel die bel leeg hebben, want anders, ja. En nou zie je dat die prijzen steeds verder omhoog gaan. Ook de straatisolatie met pijpen, zeg maar. In Noord zaten wij bij de centrale verwarming. En bleek dat die pijpen ook allemaal doorgerot waren op den duur. Dus ja, dat kost ook allemaal geld. Maar ja, de gas, dat kost allemaal niks. Het hoefde niet geïsoleerd te worden. Maar ja, nou moet er eens heel anders gedacht gaan worden. En zo gaat het pand gewoon weer een volgende transitiefase in. Maar toch is dit een verandering die behoorlijk wat voeten in de aarde heeft. Deze ruimte, er zijn bijvoorbeeld alle wanden. Die zijn de stuk eraf gekapt. En hebben metalstukken voorzetwanden gemaakt. En dan ga je gaandeweg steeds verder met isoleren. Op een zeker moment kwamen we erachter dat de vloer... Die lag in het zand. Maar het nadeel is mijn oude huizen. De straat die wordt steeds verder verhoogd. En daardoor worden die huizen ook makkelijker vochtig. Als je niet uitkijkt, komen ze ook boven jouw fundamentlijn uit. Dus daar begonnen we ook mee. Daar hebben we van lieverlede betonvloeren erin gelegd. En dat wil zeggen, ja, als je dan beton gaat leggen, dan ga je toch ook in één keer kijken hoe je het kunt isoleren. Dus hebben daar die metalen, die dikke witte Tempex platen erin gelegd. Nou ja, en dan gewoon de verdere opbouw. En dan krijg je toch dat daardoor al gaandeweg
zie je dat jouw gasrekening, als de belasting weer niet verhoogd wordt, gaandeweg gaat zakken. En dat scheelt een hele hoop, uiteraard. Het energie-neutraal maken van je woning is niet alleen een opsteker voor je portemonnee. Ook het wooncomfort kan enorm toenemen als je de juiste maatregelen treft. Absoluut. Want daardoor wordt het huis makkelijker. Ondanks dat we kritisch stoken, wordt het huis ook warmer en droger. En gewoon fijner, leefbaarder. Maar het is wel zo, we kijken dus wel van waar we de verwarming aan hebben. Hè? Bijvoorbeeld de slaapkamer, ja, die hoeft niet zo hoog te zijn. Hè? En daar houden we dus ook rekening mee, dat met stoken, dat we de kamers, wat dat betreft, slaapkamers niet te hoog in stoken. Dat het hier om een monument gaat, maakt het wel lastiger om het pand grondig aan te pakken. Je kunt niet zeggen zomaar van nou, ik gooi die ramen uit en ik zet er andere ramen in. Dan moet je subsidie of nee aanvragen of dat mag, ja dan nee. Want dat is nou onze grote probleem op dit moment. We hebben overal, praktisch alle ramen, tenminste beneden, die zijn gewoon enkel glas. Behalve in de serre, onze woonkamer dan. Die hebben ook een keer aan moeten passen, de pui. Ja, en dan kun je natuurlijk een slag slaan, want dan kun je wel in één keer dubbel glas erin zetten. En maar dan moet je ook rekening houden meer met de vorm. En niet alleen de isolatie is een uitdaging. Ook het zelf opwekken van stroom wordt nog een pittige opgave in zo'n monument. Kijk, we zouden bijvoorbeeld ook, en dat is ook een beperking, we zouden bijvoorbeeld ook van die panelen op dak kunnen ze leggen. Maar ja, dat ziet er natuurlijk niet uit. Maar we hebben wel heel wat vierkante meters dakoppervlak waar je wat van die panelen zou kunnen leggen. Dus wat dat betreft zouden we een hele hoop terug kunnen winnen. Maar ja, daar zullen we geen toestemming voor krijgen. Ja, zo moet je toch ook kijken naar het karakter van het huis. Hè? En ik zeg altijd, ik ben ook maar tijdelijke beheerder. Hè? Ja. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.